Hoi, hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering hier op mijn kanaal. Vandaag, heel simpel, gewoon lekker praten met de kijkertjes thuis, met jullie, met wat we binnenkort gewoon van plan zijn. Wat willen we gaan doen? Wat hebben we gedaan? Nou, we hebben gewoon veelal gewerkt, want dat moet ook gebeuren, er moet geld op de plank komen. Maar we hebben dus ook vandaag lekkere kaartjes gekocht voor het Slipknot concert in 2020. Oh ja, dat hebben we dus ook gedaan vandaag. Ja. Ik wou eigenlijk een VIP-pakket kopen, de All Out Live Experience Package. Die hebben ze alleen dus in Amerika en niet naar Europa. Dat is echt zwaar kloten, daar had ik al mijn geld best wel voor over gehad. Gaan ze niet doen, waren wel twee VIP-pakketten beschikbaar. Niet zo leuk, beetje meer. Je krijgt early access en that's it. Ik wil gewoon lekker de hele beleving. Dus ik heb gewoon normale kaarten gekocht. Deze aflevering, niet zomaar een aflevering, we gaan deze aflevering zo min mogelijk knippen. Eigenlijk wil ik deze aflevering heerlijk lui gaan doen en helemaal niks gaan knippen. Ik ga het gewoon in één keer doen, gewoon lekker een one-taker doen. En dan zijn jullie van me af, hebben jullie mijn filmpje gezien. En dan is het van, wow, wat ging dat vloeiend, wat ging dat soepel. Dat gaat dus niet soepel, want ik heb deze aflevering volgens mij nu al voor de 16e keer geschoten, als ik het wel geteld bij elkaar genomen heb. Ja, heel veel, heel vaak. Telkens weer ging het tegen het einde van de aflevering. Bij het laatste zinnetje ging het opeens fout. Kan ik weer opstaan? Kan ik het filmpje uitzetten? Kan ik weer overnieuw beginnen? En begin ik weer met... Hoi, hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Waaah! Zo, en dat 15 keer. Dus dit is nummer 16. Je begrijpt wel dat ik er een beetje uitgeput uitziet. Maar, dat is zijde. Jullie zijn al lang, we zijn al lang begonnen in deze video en eigenlijk had ik jullie dit niet eens hoeven te vertellen. Maar, wat ik wel ga vertellen is dit boekje. En nee, dames en heren, dit boekje heb ik niet zelf geschreven zoals heel veel andere YouTubers en mensen op YouTube dat wel doen. Want kijk, hier heb ik het nieuwste boek, heb ik zelf geschreven. Oh, nee, heb ik niet zelf geschreven. Ik heb het zelf gekocht in de winkel, zeker weten. En... Ik ga vooral over de bestemming wat erop staat, want daar gaan we in oktober heen. In oktober ga ik naar Edinburgh en ik heb er zoveel zin in. Ik weet donders goed waar ik heen wil en wat we daar willen gaan doen. Ik heb al een heel lijstje geformuleerd. Ik wil dingen bezoeken, ik wil dingen proeven, ik wil dingen zien, ik wil dingen meemaken. Dus we gaan naar Schotland, we gaan vliegen, we hebben er zin in. Het is gewoon awesome, gaan we doen. Daarnaast jongens, dat ga je dus ook zien hier op YouTube, hè, trouwens, Schotland, Edinburgh, houd in de gaten. Daarnaast, je hoort het al rammelen en het is gewoon klei. Het is gewoon klei en wat ga ik met klei doen? Ik ga een nieuwe do-it-yourself maken hier op dit kanaal. Het is alweer enige tijd geleden dat ik een do-it-yourself heb gemaakt. We hebben al een keer de Lego Pop koek gehad. We hebben er al een keer de Lego Man chocolade gehad van Lego. En we hebben een keer de gummy Lego beer gemaakt. Maar nu, nee, we gaan geen klei Lego Man maken, maar we gaan wat anders maken dan klei. Want ik heb in de film, degene die ook de film Jurassic Park, deel 3 van Jurassic Park dus gezien hebben. Van de oude reeks dus. Dus je had Jurassic Park, je had, nou, daarna kwamen er nog twee. Iedereen kent het ons wel. Klassiekers, wel vet. En daarin verschijnt dan vervolgens een scène met dino's op sterk water. Dus embryo's die in van die tube zitten. En vervolgens in de laatste tube, daar ziet ze dan opeens een hoofd van zo'n velociraptor zitten. Alleen die zit niet in de tube, die zit achter de tube. En dan is het hele spektakel weer compleet, want dan valt dan gewoon al die mensen aan. Anyway, het gaat om de eerdere embryo's. Ik wil een dino-replica maken, dino-embryo-replica maken van klei op sterk water. Van kraanwater en een kleurtje. Jullie gaan het allemaal wel zien, in ieder geval... Dat gaan we doen. Do it yourself. En gewoon how to build your own embryo on strong water. Zo. Wow. Anyway. Dat was het wel zo'n beetje. Heel veel anyways. Heel weinig geknip. Eigenlijk niet. Gewoon niet. Gewoon. Dit is puur natuur wat je nu krijgt op mijn kanaal. Hooguit gewoon nog een leuk deuntje hieronder door. Ah, heerlijk. En dan ga ik nu weer lekker verder gamen, want ik heb zo'n zin om gewoon dit ding hier achter me weer lekker te gaan gebruiken. Want we gaan weer heerlijk spelletjes spelen. Ik heb er zin in. En hopelijk jullie ook. Tot de volgende video en bedankt voor het kijken. Dankjewel.